Het gaat met name om bronbescherming. Daar waar de brand ontstaat, daar moet je hem aanpakken. En daar kun je hem in een vroegtijdig stadium kun je hem opsporen en blussen. En dan beperk je ontzettend veel vervolgschade. Als je een brand hebt, dan wil je eigenlijk een minimum aan schade hebben. En die aerosol die zorgt er eigenlijk voor dat de brand sneller uit is dan wat dan ook. U zult er straks hiernaast zien, de brand is er en het is gelijk weg. Je ziet een activering van een FP200. En je ziet voordat die eigenlijk pas goed op gang begint te komen, dan is de brand al geblust. Dat is natuurlijk interessant, omdat dan de schade het minst is, want de brandtemperatuur is ingekort. Die blijft maar niet doorbranden, maar dat gaat gewoon veel sneller. Waarom gaat nou die vlam uit? Dat komt vooral doordat de radicalen, die dus als een soort katalysatiewerking hebben om die vlammen nog meer uit te breiden, nog warmer te worden, nog meer te verbranden, die probeer je terug te brengen. Dus je betekent het, dus als je een middel hebt zoals deze, probeer je die radicalen weg te nemen. En die probeer je eigenlijk die katalytische werking van die brand, waar het elke keer maar heter en heter wordt, die wil je terugbrengen. Dus je moet hem koelen. Nou, en die aerosol is in staat om die brand te koelen. Als we overcorrosie hebben voor dit soort aerosolzaken, dan gaan we terug naar de galvanische corrosie. En dat is een andere corrosie wat al reeds aanwezig is op het systeem. Als je geen water hebt, dan heb je geen corrosie. Zeker geen galvanische. Je hebt altijd een elektrolyt nodig, wil je ooit corrosie krijgen op dit gebied. Dus galvanisch gezien. En anders heb je geen elektrolyt en er gebeurt er helemaal niks. Als je corrosie hebt en je hebt net een brand gehad, dan heb je niet gelijk à la minuut corrosie. Want corrosie is afhankelijk van de corrosiesnelheid. Die is afhankelijk van de metalen waar het om gaat. En je kunt niet zomaar zeggen, ja, nu is er gelijk corrosie. Jullie hebben dat veroorzaakt. Ik weet wel wat zij zien. Natuurlijk ligt daar een laag op. En er ligt een hele kleine, dunne laag op die mooie platen. Onze grote vriend van Münster, die zal vertellen hoe makkelijk die dat eraf haalt. Ik ga jullie nog even wat praktijkvoorbeelden laten zien. Omdat wij met name natuurlijk na het activeren van de FirePro-installatie op het toneel verschijnen. Nou, toen hebben we dus een werkende PC genomen. En daar hebben we zo'n FirePro-unit ingeplaatst. Die hebben we afgestoken. En toen zijn we eens gaan kijken van jongens, wat gebeurt er dan precies? En hoe snel kunnen we dan zo'n computer, doet die dan eigenlijk nog wel? Die hebben we dus geactiveerd. Nou, het was op zich natuurlijk een overkill hè, voor zo'n PC. Dus het was wat dat betreft eigenlijk ook wel een goede test. Nou, nu heb ik een PC vervuild met aerosols. En nu moeten we zo snel mogelijk dat apparaat weer werkend zien te krijgen. Nou, toen hebben wij deze dus gereinigd met CO2. Dat gaat dus heel snel. Je hoeft daar in principe ook geen 24 uur voor te drogen. Die paar dingetjes die we los hadden gehaald weer in elkaar gezet. En wordt zo'n apparaat getest. En kan hij dus weer terug naar de klant. Nou, dit is dus een klein voorbeeld hoe je het ook in het groot zou kunnen doen. En we hebben net een aantal schades voorbij zien gaan, onder andere Nuon en CZ. Bij CZ is het niet goed gegaan, want daar is de juffrouw met die mopemmer, om het maar even gechargeerd te zeggen, naar binnen gerend en die is daar de vloer gaan moppen. Maar bij Nuon hebben we dus wel een aantal systemen, voor Hewlett Packard, hebben we dus alle computersystemen, of een groot gedeelte daarvan, die zijn onder garantie gewoon gereinigd en die staan nu nog steeds te draaien. Binnen 12 uur staat hij daar al bij die brand, waar die brand geweest is, en dan gaat het al schoonmaken. En dat doet hij wel heel, heel erg effectief. Met een stofzuiger, met een doek, niet met een emmer water. Dat ben ik met u eens. Natuurlijk is het een feit, als je die stoffen laat verwijderen, door het Salvation bedrijf, op het moment dat het heeft plaatsgevonden en je laat verwijderen, heb je natuurlijk geen corrosie. Het product is over het algemeen zeer zuiver, wat uiteindelijk tot aerosolvorming komt en wat eigenlijk tot iets komt wat we keihard nodig hebben en waar ik zelf inmiddels na zoveel jaren ook achter sta. Een juiste installatie, normaal gebruik en reconditionering volgens protocol. En als aan deze drie voorwaarden is voldaan, dan garanderen zowel de fabrikant als wij als importeur dat FirePro een absoluut veilig en effectief middel is. Als je naar die nieuwe shuttle kijkt en als je naar die carcraft ding kijkt, die wordt wel met dit materiaal
beveiligd.